A tornado warning has been issued for the Byron County area by the National Weather Service. Oké, dat is duidelijk. Kijk, want hij beweegt wel. Doe het. Ga op die probe. Ik moet die punten hebben, man. Yes! Vrienden en fans, wat is dit? Het leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Welkom bij Storm Chasers. We gaan op jacht naar de tornado's. En we gaan proberen zo dicht mogelijk in de buurt te komen. En als dat gelukt is, dan gaan we proberen om hele mooie foto's te maken. Want dat is volgens mij ook de bedoeling van deze game. Je kunt ook online met je vrienden. Je kunt singleplayer doen. Je kunt dus missies doen. Je kunt ook free roam doen. Dus je kunt ook lekker soort sandbox-achtige toestand. Ik zelf heb het nog niet gedaan. Jullie kunnen onderin zien dat ik op level 4 zit, want ik heb eventjes al wat missies uitgeprobeerd. En het is best leuk. Dus we gaan dit spelen. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben. En als je helemaal aan het einde van de dag kijkt, hoop ik, zoals altijd, dat je een hele fijne dag hebt gehad. Goed, we gaan lekker beginnen. We klikken op singleplayer, want ik ben echt een singleplayer player. Let's go. We hebben dus missies en we hebben free roaming. Ik ga voor de missies. Ik heb 1 en ik heb 2 al gespeeld. Maar voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, gaan we het toch weer overnieuw doen. We gaan beginnen met missie 1. A weak storm has been detected in a growing area. Remember that your car is in the workshop, so be careful. Wat moeten we gaan doen? Onze objectives zijn: in 5 minuten moeten we meer dan 200 punten scoren. En we moeten meer, of nou ja, at least 20 points with one single photo. Dus we moeten een foto maken en dan minimaal 20 punten hebben gescoord. We hebben wat lichte regen. We hebben dus geen auto. We hebben geen probes. Car damages off en car fuel off. Daar gaan we. Start the game. Ja, er is ook vrij recent. Het was 5 juli. Was er een best wel grote update gekomen van deze game. Zag ik staan. Het heeft 3 jaar geduurd. Iedereen dacht dat het spel helemaal dood was. Maar dat was dus niet het geval. En er zijn heel veel dingen geïmplementeerd. Zoals hoe de tornado's eruit zien. En dat soort zaken allemaal. Grafisch heel veel. En de meeste mensen waren er heel erg blij mee. Oké, ik ga alvast heel eens naar achter, want dit is de storm, jongens. Ik zit er ik zit er recht onder. Ik praat echt alsof ik dit al jaren speel, maar dat is helemaal niet waar. Ik heb er letterlijk nog maar 2 missies gedaan en that's it. Maar hier ergens moet een tornado gaan ontstaan. En als dat gebeurt, dan moeten we dus onze camera gaan pakken en dan moeten we dat gaan vastleggen. Kijk, dit is de camera. En ik heb de focus op automatisch staan. Dat gaat gewoon automatisch. En dan moeten we dus 20 of 200 punten gaan scoren straks. De vorige keer kwam die daar ergens. Ja, ik weet ook helemaal niet hoe dit heet überhaupt. Is dit een supercell? Help me in de comments, jongens. Help me in de reacties. Ik heb geen verstand van stormen. Althans, ik vind het heel gaaf altijd om te zien. Onweer en dat soort zaken. Noodweer. Maar voor de rest heb ik geen verstand van. Kijk, er komt hij. Daar is hij. We hebben een tornado in zicht. Ja, dat wordt een mooie. Hij komt naar beneden. Ja, hij is al op de grond. Hij is er al. Oh, daar komt hij aan. Dus nu moeten we gaan wachten even. En dan moeten we proberen een mooie foto te gaan maken. Kijk, daar is hij. Het ziet er wel echt serieus realistisch uit hoor. Qua, hoe heet het, de rotatie. Kijk dan. Daar komt hij, de eerste foto. 21 punten. En we zien ook allemaal informatie in. Zie je dat? Visible debris. Dus we moeten even oppassen. Of even opletten dat we misschien wat. We zien ook tornado categorie. Nou, ik heb geen idee. Ik ga maar gewoon foto's maken. En onder de tijd, bovenin, midden in het scherm, zien we hoeveel punten we al hebben gemaakt. Met onze foto's. Ik pak even deze. 19 punten. Nou, we hebben het eerste objective al gecomplete. Earn at least 20 points. Nou, dat hebben we al gedaan. Dus dat is mooi. En nu wil ik debris hebben. Dus oftewel stukken afval. Of nou ja, stukken gewoon wat in de lucht komt. Dus ik ga even wachten totdat hij dat de lucht in gaat slingeren. Althans, dat hoop je dan, hè, dat dat gebeurt. Pak toch nog even een foto erbij. Ja, daar gaat het. Oh, ik heb het nog niet op beeld. Dat is wel vreemd. Zie je dat? Visible debris. Dat heb ik toch? Ja, goed. We hebben in ieder geval meer dan 200 punten. Nee, weer niet. Ik kan nog 7 foto's nemen.
Ja, jongens, ik maak maar gewoon foto's. Ik weet ook niet precies hoe het werkt. Hè. Ik bedoel, ik doe mijn best. Maar kijk eens. Ja, ik vind het er wel heel mooi uitzien, hoor. Het spel is trouwens gemaakt met Unity, hè. Dus dat is... ik vind het heel knap, dit. Hoe het eruit ziet. Ik kan nog 4 foto's maken. Oh god. Oh god, jongens. Dat komt veel te dichtbij, joh. Hij wordt steeds groter, of niet? Nog 2 foto's. En dat waren ze. 372 punten, mensen. Kijk, 387 zelfs. En daarmee komen we op plaats 1528. De hoogste is 488. Is dat dan zo moeilijk om te maken? Schaar maar. Nou, 387, ik weet niet wat dit is. De probe, denk ik, of zo. En dit is hoeveel keer we dood zijn gegaan, denk ik. Nou, gelukkig staat het nog op 0. Nou, we hebben het gedaan. We gaan terug en dan gaan we naar de volgende missie. En dan gaan we, geloof ik, wat was het ook alweer? Today we only have detected a storm in a forest area. It could be difficult to take a good photo with all of those trees. Oké, dus we gaan een tornado proberen te fotograferen midden in een bosgebied. Score meer als 300 punten. En we moeten dichter bij de tornado zijn dan 122 meter. Dat lijkt me niet echt een heel erg slim plan, maar we gaan het toch proberen. Want dat is wel de bedoeling. We hebben mooi weer, staat er, clear. En het is in de middag. Let's go. Ik ben benieuwd. Ja, was niet echt heel moeilijk of zo. Net, hè? Een paar foto's maken en dan heb je het wel. Hoe dat nou precies werkt met die stukken in de lucht fotograferen, weet ik niet. Want dat had ik niet op beeld. Op de een of andere manier. Maar we gaan... Oh, kijk, we hebben onze auto nu. Wij hebben onze auto. En we gaan instappen. Met E. Hoe start ik de auto? Oh, ik heb hem gestart. Daar gaan we. Let's go. We hebben ook een soort laptop. En daarom kunnen we zien waar de stormen zijn. En er begint al wat... Oké, wacht even. Dit moet uit. Oké, kan dat uit? Dankjewel. Dat is namelijk copyrighted music. Tornado warning to the north. Ja, daar gaan we nu heen. Kijk, we rijden er echt letterlijk recht op af. En dan is volgens mij in dat rode vak is de tornado. Dus de storm is daar. Ergens. Kijk, we gaan hier zo naar links. En dan gaan we dat ding eens even opzoeken. Waar zit jij verstopt? Oh, we krijgen regen. Dat is een goed teken. Waar ben jij precies? Ja, we rijden er nou echt recht op af. Het begint ook steeds harder te regenen. Waar ben jij? Oh, ik zie hem. Stoppen. Stop. Ik moet uitstappen, want ik zie hem daar. Ja, daar is hij. Oké, dat was echt een foto van niks. Hoe ga ik dit aanpakken? Is het handig om hier te blijven staan? Volgens mij niet. Wacht even. Ik ga hem toch even achteruit gooien. Kijk, daar komt hij. Oh. Gas. Waarom is het ding zo langzaam? Ja, ik weet natuurlijk ook niet de route precies wat hij neemt. Ja, gaan. Stoppen. Eruit. Zo, dat is hem hoor, daar. Kijk eens. We hebben een beeld, jongens. We hebben hem in beeld. We hebben nog 2,5 minuut. Dit gaat niet goed. Ja, we zijn de eerste punten aan het scoren nu. ...18 punten, dat is ook niet heel veel. 16 punten. Oké, ik ga het risico nemen. We hebben nog 2 minuten.
2 minuten om hier zo een mooie foto van te krijgen. Oké, ik denk dat ik geluk heb nu. Kijk, hij gaat die kant zo. Kijk eens. 14 punten, dat is ook niet echt heel mooi. Kijk, dat zijn betere foto's. 23. Oké, dit is inderdaad wel lastig om een mooie foto te maken, want ik zit hier echt midden in het bosgebied inderdaad. Het is... Oh mijn god. Ik had geen focus op de twister, staat er. Ik heb nog 1,5 minuut. Ja, ik probeer gewoon een goede vent te sporen, maar ik ren ook zo langzaam. Kom op. Kijk, kijk, nu gaan we. Alles in het groen. Hoeveel foto's hebben we nog? Oh, we hebben nog 8 foto's. Zes foto's. We hebben nog een minuut, jongens. Nou, je moet echt het op de grond foto's maken. 25. Nou, we hebben het. We hebben het al gedaan. Nou, we hebben nog niet helemaal, want we moeten natuurlijk erheen rennen. Want ik moet op 122 meter van die tornado. Dit is niet normaal, hoor, dit. Ga ik dat überhaupt redden? Toch 20 seconden. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Oké, dit is echt krankzinnig dichtbij. 351. Nog 1. Ja, we hebben het gedaan. Oké, dit was een hele andere koek, kan ik je vertellen. Kijk, we gaan naar level 5. En we hebben hem voltooid. Dus we gaan weer terug en dan gaan we kijken naar de derde missie. En die heb ik nog niet gedaan. Dus dat wordt nieuw. Dat is deze, missie 3. A pretty big storm is forming above a small town. Expect high... De wat? Precipitation and strong winds. 7 minuten. Score meer dan 500 punten. En we moeten een pro plaatsen in het pad van de twister. Hoe de hel ga ik nou weer bepalen waar die twister heen gaat? Lichte regen. In de ochtend gaan we nu. En we hebben 1 probe bij ons. Logisch, want daar gaat de missie over. Oké, we gaan proberen te achterhalen waar die heen gaat. Dit gaat of goed in 1 keer, of ik ga nu 3 kwartier kloten hiermee. Het wordt 1 van de 2. Moet je kijken hoe groot die tornado's worden, joh. Is dat niet normaal? Joh, dit is helemaal niks, hoor, wat we nu hebben. Oh, kijk, we hebben een probe. Even kijken, probes. Taking good pictures isn't the only way to earn points. Pick up the probe located in the trunk of your car and put it on the ground to collect valuable data and improve your score continuously. Oké, dus als we dit neerzetten, krijgen we dus continu punten. The closer the tornado is from the probe, the more points you will earn. You can put the probe back to your car if you want to move it to another location. Car trunk. Take probe. Oké. Hoe doe ik dat dicht? Hallo? Nee, ik wil geen... Laat maar. We gaan rijden, jongens. Oh, hell no. We zitten er al middenin. To the east of your position. Volgens mij zit ik gewoon in het oog van de storm, hoor. Ik weet niet. Wacht even. Oké, we moeten in de gaten gaan houden waar die tornado gaat ontstaan. Ik weet niet of ik op de goede plek ben nu. Nou ja, volgens mij sta ik er middenin. Het zou hier ergens moeten gaan ontstaan, zou je denken. We hebben nog 6 minuten. Ik zit even heel goed te kijken omheen of ik wat kan zien, maar... Hallo? Oké, we gaan even rijden. We gaan eventjes een stukje rijden.
gaan we kijken of we wat kunnen vinden. Ja, want hier zo lijkt niks te gebeuren. Maar we hebben daarachter hebben we nog een storm, zie je dat? Kijk. Ja, daar is het. In dat, dat rode vak, denk ik. Denk ik. Ik weet het niet zeker of dat zo is, hoor. Ik ga er eventjes vanuit van wel. En ja, dan, we hebben nog 5 minuten en dan moeten we gaan bepalen waar dat ding heen gaat. Nou, dat wordt lachen, want ik heb er geen idee. Want dat is de hele opdracht. Place a probe in the path of the twister. Het wordt trouwens wel echt gek huis als hij hier doorheen komt. Oh, hell yeah. Oké, hier zo moet het ergens gaan ontstaan, jongens. Oh my god. Oh my god. We krijgen hagel. Ik zit er. Oh, ik zit in het pad van de twister. Dit is het pad van de twister. Oké. Wacht even. Wacht. Ja, ik moet eruit. We moeten ons het. Oh my god. Activating probe. Snel, weg. Lighten, we hebben onze probe neergezet. En nu is het hopen dat hij er overheen komt. Maar als we zo kijken, dan denk ik dat dat wel het geval gaat zijn. Zie je dat? Want hij beweegt ook. Oké, we zijn er nu uit. Kijk, als we kijken of die laptop... A tornado warning has been issued for the Byron County area by the National Weather Service. Oké, dat is duidelijk. Kijk, want hij beweegt wel. Doe het. Ga op die probe. Ik moet die punten hebben, man. Oké, we gaan uitstappen. En daar is de ellende. Ja, ik ben letterlijk uit de storm gereden natuurlijk. Kijk, daar is hij, daar is hij. Ja, we krijgen punten. 32 punten heb ik nu. De punten die komen binnen. Alleen, ik heb niet genoeg punten. Zie je dat? Hij zit precies op het pad van mijn probe. Oh, dat is goed. Dat is heel goed. Wat gebeurt hier? Ja, hij zit er middenin. 77 punten. We kunnen omkeren en foto's gaan maken met de camera. We kunnen het proberen. Ik moet niet te dichtbij komen, want anders dan... Ja, we gaan maar even kijken hoe dit gaat. Ja, hij zit er bovenop hoor nu. We moeten even oppassen dat we zelf niet in de... In de tornado terechtkomen. Maar volgens mij zit ik precies op de rand. Ik zit precies op de rand. Hier is hij daar. Ergens. Ja. Oh, 82 punten. Kom op. Ja, 100 punten. Ja, we hebben 600 punten, jongens. We moeten weg hier. We hebben alles gedaan wat we moesten doen. Ik zie trouwens dat ik schade heb aan de auto. Jongens, gas! We moeten weg hier. We moeten echt weg hier. Kijk, ik zit weer in... Oh. Oké, moet ik die probe ook terughalen? Ik zit gewoon op 730 punten. Ik zit op 730 punten. Oké, deze storm is zo groot dat ik niet eens weet of het wel echt een tornado is. Of dat het gewoon echt een hele grote storm is. Ja, het is wel een twister, dus het zou wel een tornado moeten zijn. De FPS is alleen op de janken. 66. 60. Ja, ik word hier wel een beetje misselijk van hoor, jongens. De FPS gaat echt alle kanten op bij deze game. Oké, ik zit weer op de rand van de storm.
We zien trouwens onderin rechts zien we mijn health. Daar kom ik nu achter. Oké, nog een halve minuut. Ja, we zitten echt... we zitten op de rand. Oh god. Ik krijg nog meer schade aan de auto. Ja, ik wil gewoon die probe terug. Kijk, we rijden er nu omheen. Althans, over het ergste gebied. Ja. Hebben we het gedaan? Volgens mij wel. Yes, we hebben gewonnen. 188 punten hebben we verdiend met onze camera. Dan hebben we 619 punten verdiend met onze probe. En we zijn 0 keer dood gegaan. Oké, volgens mij zijn we goed in het spel, jongens. We zijn niet te stoppen. We zitten op level 6. 3100 punten. Hebben we al wat unlocked of zo? Nee, volgens mij niet. Waar is mijn muis? Oh nee, wat is er nou weer aan de hand? Mijn muis zit vast. Wat is dit nou weer dan? Ja, daar ben ik weer. Ik heb ook mijn stuur in op de computer aangesloten. Dus waarschijnlijk ziet het spel mijn stuur als een controle af en toe. Oké, we gaan terug en dan gaan we weer verder waar we gebleven waren. Oftewel, missie nummer 4. Even kijken hoor. A large supercell is forming near a small town. Do not let the night prevent you from capturing good photos of possible tornadoes. 8 minuten. We moeten meer dan 400 punten scoren. En fill up the fuel tank of your car. Dus we moeten ook eventjes gaan tanken. Lichte regen. In de nacht gaan we rijden. We hebben 2 probes bij ons. Niet 1, maar 2. En car damage staat on. En car fuel staat ook aan. Dit wordt lachen. We gaan beginnen. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als zo'n tornado dan in zo'n dorp komt. Dat is natuurlijk vreselijk in het echte leven, maar in een spel wil ik het wel zien. Ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uitziet, want ik vind het er heel netjes uitzien hoor. Ik vind het heel realistisch uitzien. Al heb ik nou nog steeds geen idee of we nou net een tornado hadden of dat we gewoon echt een storm hadden. Even kijken, fuel and damages. For now, you will have to take care of your car. In case of heavy damages, you should drive to the gas station to repair the engine. And don't forget to refuel if you see the red indicator on the dashboard. You have a limited amount of money and both refueling and repairing are expensive. So manage your cash the best you can. Dus waar het op neerkomt is dat we alleen maar moeten denken wanneer het echt nodig is. En wanneer we onze auto moeten repareren ook wanneer het echt nodig is. Want we hebben niet super veel geld. Dat zit onder mijn webcam, dat kunnen jullie niet zien. Maar ik heb 1000 euro. Dus dat is niet super veel. Ik zie echt helemaal niks. Ik heb die studiolamp op mijn kop. Ik zie echt helemaal niks. Oké, ik zie nu wel wat. Echt heel erg minimaal. Oké, we zitten ernaast hoor, volgens mij. We gaan even omkeren. En dan gaan wij. Waarom zie ik maar een heel klein stukje van mijn laptop? Van de map. Wat de hel? Wat de hel is dit? Waarom zie ik maar een heel klein stukje? Oké, we hebben een probleem. Hoe kan ik het spel spelen op deze manier? Moet ik gewoon het veld inrijden of zo? Tornado warning to the west of your position. Oké, inderdaad. We zien aan de linkerkant op de kaart. Zien we een triangle. Wat is het? Een vierkantje. Dus wij gaan richting die plek. En dan gaan we kijken of we daar wat kunnen vinden. Wat ons punten kan opleveren. We gaan hier zo naar links. En dan hoop ik dat ik daar überhaupt op tijd ben. Want we zitten al op 6,5 minuut nu. En ik zie hem wel bewegen trouwens. Ja, dus we gaan hier onze probe neerleggen. Of een probe, een van de twee. Zie je dat? Hij komt eraan. Dus we gaan... Oh, ik zit even te kijken. Ik zit goed op te letten nu. Ja, ik zie ook onweer. Ja, we gaan onze probe pakken, snel.
Ik zie niks. Ik zie helemaal niks. Take probe. Place on the ground. Activate the probe. Oh my god. Snel, snel. Ik word zenuwachtig hiervan. We moeten weg hier. We moeten echt weg. Zie je dat? We hebben hem neergezet. Gaaf, man. Ik heb dat onweer op de achtergrond. Jongens, ik vind dit spel leuk. Ik word er wel misselijk van, maar ik vind het wel heel leuk. Misschien dat die misselijkheid nog minder wordt. Ik weet het niet. Wat ga ik doen? Oh my god. Ik hoor echt blikseminslag alles. Ik denk niet dat ik wat heb aan mijn fotocamera, want het is donker. Dus ik denk niet dat ik dan een goede foto kan maken. Zullen we eens gewoon kijken naar die storm inbaat? Want ik heb mijn probe uitgezet. Oké, we zien wel inderdaad wat onweer. Oké, laat het alsjeblieft lukken. Even kijken. Oh nee. Oh nee, 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 nee. Maar gaat niet goed? A tornado warning has been issued for the Corwin County area by the National Weather Service. Oké, dus als hij in het geel komt, dan is het ook goed hoor, volgens mij. Oké, weet je wat? Laat het maar gewoon staan. Oké, weet je, ik ga er nog eentje neerzetten. Ik doe het gewoon. Ik zet er hier nog eentje neer. Take probe. Place on the ground. Ik doe het gewoon, want ik wil dit redden. Oké, wegwezen hier. Weg. Die storm komt eraan. Kijk, we hebben alle twee onze probe staan nu. En nu heb ik denk ik een heel groot probleem. Ik zit vast hier. Oh nee, niet. Oké, planken nu. En nu gaan we op zoek naar het tankstation en dan hopen dat die twee drones... Of waarom zeg ik drones? Het zijn probes. Hopen dat die twee probes ons 400 punten gaan opleveren. En ik zie een benzinestation. Waarom rijdt dat ding zo langzaam? Ja, ik begin punten te scoren. Ik heb 1 punt. Laat ik alsjeblieft 400 punten krijgen hiervan. Zie je dat? 5 punten. Kom op. Wij gaan hier naar rechts. Ik zie echt helemaal niks hier bijna. In het echte leven ben ik ook gewoon nachtblind, hè? Ik zie niks. Oké, we krijgen wel iets meer punten nu. 10 punten. Zie je dat? Het gaat steeds beter. 7 punten, 10 punten. 11 punten. Kom op, het kan veel beter, man. 2 punten, oh. Ja, het is hopen, jongens, dat we... Wat is dit nou weer? Waar is dat dan? Hier is het. Fill up the fuel tank. Exit the car. Moet ik dit serieus pakken? Oh my god, jongens. Die FPS is echt om te janken. Dat is echt niet normaal gewoon. Refuel. Oké, nou dat hebben we gedaan. Oké, ik weet niet of ik zo fan ben van dat nachtgedoe, want ik zie echt helemaal niks bijna. Wacht even, die storm komt weer recht op mij af. Ik zit op 200 punten nu, dus ik zit op de helft van wat ik moet hebben. 31 punten, ja ik weet natuurlijk niet hoe lang dat nog doorgaat, want ik heb die probe zou wel liggen, maar... Zie je dat? Hij gaat er overheen hoor nu. 266. Moet ik schakelen of zo met het ding? Dit ding is echt niet vooruit te branden. 29 punten. Jongens, we moeten nog 105 punten hebben. Dan hebben we het. Kom op. Waar de hel moet ik heen? Ik zie niks. En dan is het nu hopen natuurlijk dat hij niet weer gaat draaien. Want dan hebben we weer een probleem, hè?
Oh, kijk, zie dat? Hij zit nog steeds... Oh ja, hij zit in het rode gebied nu. Oh, we rijden de storm in nu. Ik blijf toch even... Oké, het gaat echt helemaal los. Oké, we moeten nog een paar punten. Kom op. Kom op. Pak hem. 68. Ik ga het toch doen. We gaan er doorheen, jongens. We gaan door de storm. Ah, ik red het niet. Ik red het niet. Waar is die probe? Waar is dat ding? Oh, daar. Ah, ik red het gewoon niet, joh. Ah, kom op, man. Is dit nou echt serieus zo? Nee, ik heb het niet... Ah, dat was 30 punten of zo. I lose. Kijk, we hebben 363... Moet ik het dan toch met de camera doen? Zie je, dat zit mijn muis weer niet... Waarom doet dit dat nou elke keer, joh? En ik heb weer contact met mijn muis. We gaan het nog een keer proberen. Ja, ik dacht dat ik het helemaal goed had neergezet met die probes. Maar nee, 30 punten en hadden we het gewoon gered. Maar het mocht helaas niet zo zijn. Oké, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Niks aan de hand, het is een spel. We kunnen het gewoon nog een keer doen. En dan gaan we kijken hoe dat werkt. Waar is die auto? Ik zie het helemaal niks. Starten dat ding. En we gaan rijden. En nu gaan we wel de goede kant op meteen. Ik weet niet of het op dezelfde plek gaat komen. Ik denk het wel, aangezien het gewoon een missie is. Maar we krijgen zo meteen wel een warning. Ik gok het erop dat we op dezelfde plek de tornado krijgen. Dus ik ga hier zo naar links. Ja. Nou, kom op met die melding. Hier was het. Ja, ik zie hem al. Ik zie al de... Zie je dat? Die, hoe heet dat? Die gele lijn. Ja, daar komt hij. Dus, ik heb alle tijd nu om die dingen neer te zetten. En dan hopen dat ik ze nu wel goed neerzet. Ja, ik had ze net ook goed, maar... niet goed genoeg. Oké, hier zo is het ergens, denk ik. Ja, ik ga ervoor. Ik doe het hier. Take probe. Activating. Kom op. Dat is 1. En dan ben ik nu even aan het nadenken van waar ga ik naar die andere doen. Want die andere die had ik... Even denken, hoe ging die tornado? Hij ging nu over die probe en dan ging die denk ik een beetje naar links. Dus als ik nou hier doorrijd... Hier ging die heen volgens mij. Of niet? Nou ja, we kunnen gewoon kijken hoe die gaat. Maar ik moet ook tanken, maar ik weet waar dat is. We zien trouwens ook aan de linkerkant een soort van tabel. Van grijs helemaal naar wit. Ik weet niet wat dat is. Althans, ik denk dat ik weet wat dat is. Is dat gewoon de heftigheid van de storm of zo? Is dat het? Laat het even weten, mensen, in de comments. Dank u. Ja, hij gaat nu echt gewoon recht op die probe af. Nou, helemaal niet. Hij gaat die kant op. Zo. Ik zet hem hier neer. Ik gok het erop. Take probe. Activating probe. Oké, mooi. Ja, ik ga het erop gokken. Nou, wij gaan planken. A tornado warning has been issued for the Corwin County area by the National Weather Service. Prima, prima. Oh, we zien ook de windsnelheid, 90 km per uur.
Nou, hier zo is dat benzinestation aan de rechterkant ergens. Ja, we zien het logootje al. Mooi, oké, dus dat verandert niet. Dat is mooi. Nou, ik ben nog steeds geen fan van het nachtgebeuren, maar ja. Oh god, ja, ik hoor het al en we krijgen ook meteen punten. 3 punten. Oh, dat gaat beter dit. Dit gaat al een stuk beter, want volgens mij hadden we toen in het begin... Of hoe heet het, de vorige keer hadden we 5 puntjes of zo elke keer. Kijk, nu gaan we van 3, 11 naar 16. Dat is beter dan wat we net hadden. Oké, we gaan hier eventjes tanken. Laat het alsjeblieft goed gaan nu. Ja, we gaan hierheen. Exit car. Refuel. Oké, bam. We hebben de helft gedaan. En het vage is dat als... Oh, we hebben nachtvision. Oh my god. Dat betekent dat we gewoon wel foto's kunnen maken. Ik heb nachtvision erop zitten. Oké, waar kwam ik nou vandaan? Was het nou die kant? Ja, het was daar. Oké, we hebben nog 3 minuten. We zijn al op de helft, jongens, van onze punten. 210. Oh, dit is top. Dan kunnen we misschien wel redden nu. 14 punten. Oh, dat is niet goed. Dat is niet best. 37. Ah, oké. We hebben er natuurlijk 2 staan. 2 probes en niet 1. Dus het zou goed moeten komen nu. Kom op. 317. We hebben nog 2,5 minuut. Jongens, de storm komt letterlijk... op ons af. We rijden er natuurlijk naartoe. Ja, we zitten op 415. We hebben het gered. En nu is de vraag, kunnen we dit fotograferen of niet? Ja, het is niet een tornado. Het is gewoon een storm. Zo, dat is wel een tornado, jongens. Oh, hij gaat echt gewoon recht door die stad. Oké, het is wel heel eng om te zien hoor, in het donker. Ze hebben het wel echt super mooi gemaakt, dit. Ik probeer te wachten tot ik een flits zie en dan een foto. We hebben het toch al gered. Oh, kijk eens. Visible debris, 151. Kijk hoeveel punten, 219. Oh, dat was jammer. Oké, we zien niks, maar we pakken echt super veel punten hiermee. Kom op, geef me een flits. Doe het! Camera focus on Twister. Oh, dat was een mooie foto. Dat was een hele mooie foto. We zitten op 1200 punten, jongens. 1200 punten. Oh, wow. Daar is hij. Dit is hem. Oh, dat was een mooie foto geweest. Doe het nog een keer. We zien trouwens wat de kracht is. EF3. Zie je dat onderin? Tornado categorie. We zien ook inslagen van de bliksem. Wauw, dit is wel gaaf hoor. Hè? Lightning multiply. Zie je wel dat het uitmaakt? Dus als we een foto maken terwijl er bliksem is, dan krijgen we er ook een multiplier voor van. 1600 punten. Eerst kon ik, hiervoor kon ik niet eens 100 of 400 punten halen. Nu zit ik gewoon op bijna 1700 punten. Ja, ik had hem. Same point of view. Oh, oké. Dus we moeten ook even... Nou ja, op dit punt maakt het me niet eens uit. Ik ben super blij, joh. Ik maak maar gewoon wat foto's, hoor. Ja, we hebben hem. En hoe? Kijk eens. 1217 punten met de camera. 547 met de probe. Dus dat is veel beter als hiervoor. Dus ik heb ze precies op de goede plek gezet. Of althans, dat idee heb ik. En dan hebben we ook deze level gedaan. En dan zitten we op level 7.
En dan gaan wij heel kalm aan naar 13.000 XP. Of punten, wat de hel dat ook mag zijn. Oké, okay, zullen we er nog eentje doen dan? Missie 5. Even kijken. We have detected active storms on farmland. We may receive multiple tornado warnings at any time. 8 minuten. We moeten meer dan 700 punten scoren. En dan moeten we een foto nemen met 2 tornado's erop. At least, dus minimaal. We hebben clear weather. Car available. Nou, we moeten dus ook tanken nu. Onze, hoe heet dat? Beschadigingen staan aan. En we hebben weer 2 probes. Dus laten we het gewoon proberen. En we kijken wel waar het... ik wou zeggen waar het schip strandt. Maar laten we zeggen waar de tornado strandt. Ket dan, ket dit dan, ket die auto. Ah ja. Dat ziet eruit als een hoop ellende. Dat kan ook gebeuren. We kunnen ook doodgaan. Je kunt ook in de tornado terechtkomen. Zo. Oké, okay, eerlijk is eerlijk. Dit is wel een hele mooie view. Oh, dit was wel mooi als thumbnail geweest. Oké, okay, we gaan in de auto. En dan gaan we eens even kijken op de map. En dan gaan we rondrijden. En dan gaan we wachten tot we wat meldingen krijgen. Nou, ik zie daar al wat. Daar, ergens. Farmland. Nou, dat is dus daarachter. Oh, oké. Okay. Dus als je aan je muiswiel zit, dan gaat het volume omhoog. Van de radio. Oké, okay, ik ga sowieso een probe neerleggen. Want daar krijgen we een hoop punten door. Maar we moeten 700 punten hebben nu. Dus ik weet niet of me dat gaat lukken. Of ik ben gewoon heel negatief. Ik gok dat het hier gaat gebeuren, omdat het hier helemaal rood is. Ik denk dat ik de auto hier neer ga zetten en dat we gewoon eventjes gaan wachten. Laten we dat doen. We gaan hem even hier neerzetten. We zitten nog steeds bij de farmlands. Ik bedoel, we zijn waar we moeten zijn. En als ik zo boven mijn neus kijk, of boven mijn hoofd, dan... Ja, 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 hoor je dat? Ja, oh, 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 we krijgen er... Snel! We moeten een probe neerleggen, we hebben er een. Er komt eentje recht op ons af. Zag je dat op de kaart? Let's go. Ja, er komt er... Ja, we zien ook al wat rotatie bovenin. Zie je dat? Oké, okay, we gaan eventjes doorrijden. Ja hoor, daar komt hij. Oh, we zitten echt op de rand ervan. Oh, laat hem alsjeblieft over die probe heen gaan. Doe het. Kom op, doe het. Even goed kijken nu. Oh, ik heb die probe net niet goed. Nee, dat is... Nou ja, hij gaat er wel overheen, maar... Oh, nee joh! Nee! Oh my god. Jongens... Dit is niet normaal. Wat is dat? EF2? Oh, ik hoop dat die mensen niet in hun huis zitten, hoor. Dat is een mooie foto. 95. We pakken ook wat punten met de probe. Alleen... Ja, dat is bijna te verwaarloos. We hebben trouwens nog een tornado ergens. Want we moesten een foto maken met 2 tornado's. Dus ik ga niet alles daaraan opmaken. Want waar is dan de 2e tornado? Dat is de vraag. Oh, 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 oh. We zitten, kijk eens, we zien er al 2. Oké, okay, ben ik nou blind of wat? Ik zie er 1. Maar waar is dan de 2e? Waar ben jij?
We pakken ook geen punten. Oh, kijk, we pakken weer punten nu. Ik vind het vreemd. Ik zie geen tweede tornado. Oh my god, kijk die huizen daar. Wat een hel voor die mensen. Wat een hel. Oh, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Daar komt hij, daar komt hij. Daar komt hij. Kom op. Hey, waarom ziet hij dat niet als twee tornado's? Kom op, pak die punten met die probe. Kom op, doe het. Hij komt er overheen. Hij moet. Even kijken op die kaart. Even kijken. Ah, ik heb hem net... Ik heb ze net niet goed. Net niet. Ja, we gaan even erheen... Of nou ja, even. We gaan erheen rijden. Want ik wil ze allebei op de camera hebben. Al red ik het wel niet, deze missie. Ik wil ze allebei op de camera hebben. Ze kunnen natuurlijk allebei nog draaien. Oh, kijk eens. Two visible tornado. Wat is dat daar voor een ouwe dan? Ik heb ze toch allebei op beeld? Oh, hier. Nu wel. Ik sta nu op de auto. Jeetje. Dat die huizen nog staan is een wonder. ...500. Ja, ik heb... ga ik dat redden met 6 foto's? 610. Het zou wel heel leuk zijn als we dat gewoon kunnen redden, dit. Ja, we hebben het. We hebben hem al. We hebben hem al. Het ziet er wel echt super gaaf uit, hoor, dit. Oké, ik ga die pro pakken. Want die staat ook niet meer in het gebied. Kan ik hem überhaupt pakken? Ja, dat kan. Oké, die heb ik er... Oh my god. Gaat hij draaien? Nee, hij gaat nog steeds van ons af. Zie je dat op de kaart? Hij gaat nog steeds van ons weg nu. Maar dit is wel echt een... een monster. Ik kan nog één foto maken. Kijk dan. Kijk eens. Het is echt niet normaal. Gaat hij? De laatste. Hey, wat gebeurt er nou? Jongens, het spel denkt... Ik ga nog eventjes door. Oké. Okay. Kunnen wij nog iets doen of niet? Die andere tornado is trouwens weg. Kan ik gewoon hier rijden? Ja, dat kan. Maar hoe? Oh, dat had ik niet moeten doen. Daar word ik heel misselijk van. Jeetje, katan. Komt hij nou op me af of niet? Nee, hij gaat echt langs me heen. Wat een ding. Ja, ik kan ook geen foto's meer maken. Het houdt niet op. Maar ja, volgens mij heb ik het allemaal gedaan. 700 punten. En 2 zichtbare tornado's op de camera. Op een foto. En het is EF3. Nee, 2. Hoe de hel ziet er F5 uit dan, joh? Als dit al zo groot is. Kijk, dit is ook nice. Dat hebben ze ook vernieuwd allemaal. Oh, kijk. Eens even kijken, hebben we het goed gedaan? Yes, we hebben het prima gedaan. 617 punten met de camera. 150 met de probe, dat is helemaal niet goed. Dat had veel beter gekund. Ik had hem gewoon niet op de goede plek staan. En we zijn gelukkig 0 keer dood gegaan. Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed. We zitten ook op level 8. We zijn gepromoveerd en we zitten op 4800 punten. En beste mensen, dan ga ik hem ook hier zo afsluiten voor vandaag. Wat vind ik ervan? Ik vind het ontzettend gaaf. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik word soms wel best wel misselijk hiervan. Ik weet niet hoe dat komt. Waarschijnlijk door die FPS die alle kanten op gaat. Dus dat is niet helemaal top. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Het is, je moet ook een beetje gokken van waar je die probes neerzet. Want het is best wel eventjes... Ja, even kijken en een beetje gokken van waar gaat hij heen. Je kunt het natuurlijk wel zien op de map.
Maar ja, dan moet je er proberen om ervoor te komen of erachter te komen. Is wel leuk dit hoor. Nou, vond jij dit nou hartstikke leuk om te kijken en te volgen? Vergeet dan niet eventjes te liken en te abonneren. Want heel veel van jullie zijn nog niet geabonneerd. Dus als je dat zou willen doen, zou ik dat hartstikke leuk vinden. En er rest me niks anders dan jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar de video. En dan hoop ik je natuurlijk gewoon weer te zien in die nieuwe aflevering. Want ik denk dat ik nog wel eventjes een paar afleveringen ga opnemen. Tot dan. Doei.